Hou je je telefoon droog met een smartphone-paraplu? Stop nou! Krijgt je haar oneindig veel volume met deze droogkap? En kun je oneindig veel likes geven met dit apparaatje? In deze video ga je zien hoe ik de 10 meest bijzondere, gekke, ik krijg geen lucht en vreemde Temu-gadgets ga testen en ontmaskeren. Au, 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 au. Welkom, welkom. Ik heb er heel veel zin in vandaag. Ik hoop jij ook. Ik heb namelijk maar liefst 10 gadgets verzameld. En je gelooft echt niet hoe gek die allemaal zijn. Elke keer gaan we voorspellen of iets werkt of niet werkt. En als je het goed hebt, kun je een punt verdienen. En totaal zijn er dus 10 punten te scoren vandaag. Geef dus nu dat duimpje omhoog. Abonneer je gelijk even op mijn kanaal. En dan gaan we heel snel beginnen met de eerste gadget. En dit is gadget nummer 1. Het is een multifunction cleaner. Je zou hier heel veel dingen mee moeten kunnen schoonmaken. Onder andere je bril. En volgens mij heb ik deze nog nooit in een video laten zien, maar dit is mijn bril. En wow, hij is nu echt heel erg vies. Waardoor ik nu helemaal niks kan zien. Ik heb hem even extra vies gemaakt met wat crème. Je ziet heel duidelijk de sporen daarvan op de glazen zitten. Maar geen paniek, want we hebben dus de multifunction cleaner. Ik ben heel benieuwd of die hiermee schoon gaat worden. Wat is dit? En nu zouden we hier wat water in moeten doen. Dus, dat doen we. Nu klappen we de bril in en leggen we hem in het bakje. Oh, ik hoop echt niet dat hij mijn bril sloopt. Deze bril is echt super duur. Nu zie ik hier een knopje zitten, dus ik denk dat we daar maar op moeten gaan drukken. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. In 3, 2, 1... Oeh! Wow, oh, dat ziet er heel cool uit. Heel het apparaatje is aan het trillen en je ziet echt hele grappige golven op het water zitten. Dan nu mijn voorspelling. Gaat dit werken? Nou, ik denk eigenlijk van niet. Maar we moeten dit 5 à 10 minuten laten trillen en dan zou de bril schoon moeten zijn. Dus laten we eerst naar de andere gadget kijken. Dan zie je aan het einde van deze video of mijn bril schoon is en of ik een punt heb verdiend. Als ik ergens een hekel aan heb qua huishoudelijke klusjes, dan is het wel dweilen. Maar ik heb nu een gadget gevonden die dat helemaal leuk zou moeten maken. Ik heb namelijk dweilschoenen. Je zou hiermee moeten kunnen schaatsen door het huis en vervolgens wordt het helemaal schoon. En weet je wat? Ik denk dat het nog werkt ook. Maar wat denk jij? Doe nu jouw voorspelling. Het enige waar ik over twijfel is of ik ze pas, want ik heb natuurlijk maat 48,5 en er was maar 1 maat beschikbaar, dus ik hoop dat ze groot genoeg zijn. Het zit behoorlijk krap, maar ik pas ze gelukkig. Tijd om te dweilen. Nou, we maken de vloer gewoon nat met wat sop. Zo. Oh, oh jee, dit is volgens mij veel te veel. Hij gaat wel heel de tijd uit, want mijn voeten zijn te groot. Dus ik moet een beetje oppassen. Het werkt niet. Nou, zo. En nu niet meer mijn voet optillen. Daar gaan we. Zo. Oh jeetje. Heel mijn sok is nu ook nat. Kijk. Oeh, maar het gaat wel goed volgens mij. Met een soort schaatsbewegingen kan ik het huis schoonmaken nu. En het voordeel is, normaal gesproken krijg ik best wel last van mijn rug van het dweilen. Want dan moet je de hele tijd zo doen. Maar nu kan ik als het ware gewoon dansen en het huis wordt schoon. Wauw. Paco is alleen minder onder de indruk volgens mij. Dit is toch een fantastische uitvinding. Het maakt dweilen eindelijk weer leuk. En gelukkig had ik dat voorspeld, dus heb ik er een punt bij verdiend. En ik hoop dat jij het natuurlijk ook goed had. We zijn op de gamekamer en ik hou van gamen, maar soms krijg ik last van mijn nek als ik te lang speel. Maar daar hebben we nu een gadget voor die dat allemaal zou moeten verhelpen. Nekklachten, nekpijn, nou ja, het verdwijnt als sneeuw voor de zon met dit ding. Het is alleen echt heel raar. Oeh. Wat is dit? Het lijkt een beetje op zo'n reiskussentje voor je nek dat je in het vliegtuig kan gebruiken. Maar dan is dit een stuk hoger. Het zou als het ware je nek moeten oprekken, waardoor al je nekklachten verdwijnen. Laten we nu een voorspelling doen. Ik denk dat het echt onzin is. Nee joh, dit gaat toch niet werken? Maar wat denk jij? Doe nu je voorspelling. Ja, dan ga ik het wel uittesten. Even kijken. Zo te zien hebben we hier een pomp. Die verbinden we denk ik aan deze slang. Deze gaat om mijn nek en er zit hier ook nog klitterband. Oh, ik vind het een beetje eng dit. Ik heb echt het idee dat ik een soort van martelding om mijn nek heb gedaan. Nou ja, we gaan in ieder geval nu voorzichtig pompen. Gebeurt er wat? Oh ja, volgens mij wordt hij nu groter. Oh jeetje. Oh, dat gaat heel strak voelen. Oh, straks draag ik geen lucht meer, joh. Oh, mijn nek wordt hier langer van, joh. Oh, je krijgt het helemaal benauwd. Oh, nog strakker. Ik krijg geen lucht. Oh, dit doet echt heel erg pijn. Ja, wanneer is het al klaar? Nog 3 pompjes. 3, 2, 1. Wat is dit, jongens? Oh, ik krijg hier juist nekpijn van. Mijn kaak doet pijn. Dit is echt vreselijk. Dit werkt echt averechts, joh. Hier krijg je nekpijn van. Oh, ik krijg het helemaal benauwd. Ik kan mijn nek ook niet bewegen. Nee, ik wil dit niet. Dit is echt onzin. Hoe krijg ik dit weer af? Ik krijg het helemaal benauwd. Oh,
Ik leef nog. Wat een vreselijke gadget. Ik kan dit niemand aanraden, maar het goede nieuws is dat ik dus een punt heb verdiend. Dit blijkt echt onzin te zijn. Ik denk dat de volgende gadget onzin is. Ik heb hier namelijk een citroen. En hier zou je een citroensapspray van moeten kunnen maken met deze gadget. Laat ze hem eventjes uitpakken, dan zie je wat ik bedoel. Dit is hem. Je ziet hier een soort van snij/draaigedeelte waarmee je makkelijk in de citroen zou moeten kunnen doen. Maar hierbovenop zit het geheim, namelijk een spraykop. Ik vind het oprecht een heel leuk idee, maar dit gaat toch nooit werken. Maar wat denk jij? Doe nu je voorspelling. We draaien hem gewoon in de citroen, als dat al lukt, want dat gaat heel lastig volgens mij. Oh ja, daar gaat hij. Dit ging eigenlijk beter dan verwacht. Hij zit er echt heel goed op. En nu is het een kwestie van sprayen. Nou, ik ben benieuwd. Nee! Hoe dan? Het werkt echt supergoed. Oh nee, hè. Kijk dan hoeveel er ook uitkomt. Oh, maar nu stopt hij. Aha, er komt dus niet heel veel uit, want dit kan nooit al het sap zijn dat in de citroen zit. Ik denk dat je hem nu weer eruit moet halen en op een ander punt erin moet doen. Oh, maar dit betekent dus gewoon dat de gadget werkt. Ik heb dit echt heel erg fout ingeschat, dus ik heb helaas geen punt verdiend. Ik hoop dat jij het beter had voorspeld. Dit is één van de meest belachelijke gadgets ooit. Je ziet het misschien al een beetje, hier zit een paraplu in, maar je raadt nooit waarvoor die is. Deze zou je telefoon droog moeten houden. Nou, ik denk dat dit dus helemaal niet gaat werken. Want volgens mij kun je helemaal niet op je telefoonscherm kijken als die paraplu open is. Maar wat denk jij? Doe nu jouw voorspelling. Ga ik hem terwijl eventjes in elkaar zetten. Oh kijk, dit moet zo. Hij is wel schattig, dat wel. Dit is een zuignap waar de telefoon zo meteen aan vast gaat. Maar deze gaat hier zo. En nu kunnen we deze hier aan vastplakken. Oh nee, hè. Het probleem is dat mijn telefoon eigenlijk te zwaar is. Kijk, hij valt er gewoon heel snel vanaf. Maar ik heb er gelukkig nog eentje. En deze is wat lichter, dus ik maak hem hier aan vast. En zo. Nou, dit werkt wel. Als ik zo naar buiten kijk, zie ik volgens mij een spontane regenbui aankomen. Laten we hem gaan testen. Nou, ik zit er helemaal klaar voor en ik heb zo het idee dat het elk moment kan gaan regenen. Jij vindt het leuk, hè? Ja. Nou, laat de regenbui beginnen. Oh, jeetje. Oh, dit is echt zo'n terschellingregen. Oh, hé, maar de telefoon die blijft droog. Ja, ik zit gewoon een leuke video van mezelf te kijken. Wat erg dit. Oh, ik ben helemaal nat. Kijk, de telefoon blijft echt droog en het valt me alles mee. Ik dacht dat ik de telefoon niet zou kunnen zien. Dat de paraplu ervoor zou zitten, maar dat valt dus heel erg mee. Ja, ik weet het. Stop de regen maar. Stop nou! Dit is een perfecte uitvinding. Wat een geweldig idee. Alles is nat, behalve mijn telefoon. Maar daar ging het om. Dus ik heb helaas geen punt verdiend, want dit is gewoon een fantastische uitvinding. Als je telefoon licht genoeg is, dat wel. De telefoon is droog gebleven, maar ik dus helaas niet. Ik was mezelf een beetje vergeten. Maar dat komt heel toevallig supergoed uit, want moet je eens kijken wat ik hier heb. Een fantastische droogkap die je zou moeten kunnen aansluiten op een föhn. En je zou er eindeloos volume van moeten krijgen. Nou, dat kan ik sowieso wel gebruiken natuurlijk. We gaan hem gewoon testen. En als het goed is, zie ik er zo meteen weer fantastisch uit. Oh, deze kleur is al fantastisch natuurlijk. Past helemaal bij mij. Er zit echt een slurf aan. Even kijken hoe dit werkt. We zetten deze op mijn hoofd. En als het goed is, kan ik het dan aantrekken hier met het koordje. Ja, oh, hij moet wel recht natuurlijk. Goed strak, want er mag natuurlijk geen lucht ontsnappen. En als het goed is, past hier de föhn op. Ja, nou, en nu is het een kwestie van aanzetten. In 3, 2, 1. Woe! Oh, ik stijg op! Oh, hij gaat er vanaf! Wat is dit? Dat was iets te hard, denk ik. Ik moet hem nog beter vastmaken. Ja, ik zet de föhn wel iets minder hard. Oh! Nou, hij gaat er gelijk vanaf. Hij staat nu op zijn zachtst. Hij blijft gewoon niet zitten. Ik kan hem toch niet nog strakker doen? Ik hou hem maar eventjes goed vast. Hij gaat er gewoon weer vanaf. Misschien moet ik hem lager doen nog, zo. Ik heb hem nu over mijn oren heen gedaan, maar ik hoor nu niks meer. Eén harde wind. Dit is ook niet chill. Mijn ogen puilen er ook bijna uit. Oeh, ik heb hem op warm gezet. Oh, dit is wel lekker. Straks voor... Au, 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 au. Oh, hij werd veel te warm. Ik stop ermee. Dit ding is levensgevaarlijk. Mijn schedel
schedel verbranden ongeveer. Nou, zoals je ziet, ik had al het vermoeden dat dit niet zou werken. En dat is dus ook zo. Het blijft niet zitten, je verbrandt je hoofd. En volgens mij, dat volume heb ik ook niet gekregen. Ik heb niet alleen een punt verdiend, ook door je haarpuntjes. Dat is fijn. Op naar de volgende. Moet je kijken, dit is een gigantische AirPod dat een speaker zou moeten zijn. Nou, de kwaliteit van de doos belooft al erg veel goeds. Er zitten overal scheuren in. Daarom denk ik dat dit troep is. Dit gaat niet werken. Wat denk jij? Doe nu je voorspelling. Het is in ieder geval een multifunctional speaker. Oh, wow. Oké, ook al zou die niet werken, dit ziet er wel echt heel erg cool uit. Eindelijk een AirPod die voor lange mensen zoals ik geschikt is. Maar moet je kijken, qua uiterlijk lijkt die echt op een echte AirPod. Super vet. Er zitten hier verschillende knoppen, aan- en uitknop, maar ook media playback knoppen. We gaan hem gewoon maar aandoen. Wow! Bluetooth mode. Oh, misschien kan ik hem nu verbinden. Even kijken. Ik heb hem denk ik gevonden. Hij is aan het verbinden. Oh jee jongens, ik denk dat het toch gaat werken. Ik heb denk ik het perfecte liedje om de box te testen, namelijk van Thomas. Hij gaat me echt vermoorden hiervoor. Ik ben benieuwd. Dan heb ik nooit meer pech, pech, pech. En zelfs de knoppen werken. Dan weer beter dan. Hoe dan? Ik neem al mijn woorden terug. Dit is een fantastische gadget. De geluidskwaliteit is niet zo goed als een Sonos box natuurlijk. Maar dit is best leuk om gewoon in je rugzak mee te nemen. Helaas betekent dat dus dat ik geen punt heb verdiend, want de speaker, die werkt. Ik probeer elke donderdag om 3:30 in de middag op mijn TikTok live te gaan, vlak voordat mijn nieuwe video online komt. En het is echt bizar, want er stromen dan altijd honderdduizenden likes binnen. En dat kan best vermoeiend zijn om elke keer zo te tikken op je scherm. Maar ik heb hier een gadget in deze doos, die als het goed is, automatisch voor je liked. Voordat ik hem erop ga zetten, is het natuurlijk tijd voor mijn voorspelling. En ik denk dat dit niet gaat werken. Maar wat denk jij? Hak nu voor jezelf die knoop door. Het ziet er al een beetje illegaal uit, dit doosje. Maar goed, we pakken hem gewoon maar uit. Dit is het denk ik niet. Ah, kijk. Je ziet het hier ook staan. Een autoklikker. Als het goed is, kunnen we deze op mijn telefoonscherm klikken. En ik denk dat dit ding dan omhoog en omlaag gaat, waardoor de telefoon denkt dat er geliked wordt. Het werkt op USB, dus die doe ik hierin. Nou, er gebeurt nog helemaal niks. Oké, ik heb hier een livestream van iemand die Clash Royale aan het spelen is. En normaal gesproken like je natuurlijk door zo te tikken. Kijk, dan komen de hartjes op het scherm. Maar nu gaan we deze erop zetten. Zo. Huh? Het werkt! Maar mijn scherm gaat wel soms een beetje knipperen, lijkt het. Kijk, ik geef echt honderden likes op deze manier. Dit is echt bizar. Bij elke like trilt je telefoon ook een beetje en hij trilt continu. Ik vind het alleen een beetje eng dat mijn scherm af en toe dimt. Dus ik doe hem snel weer eraf. De autoklikker, die werkt, maar ik vertrouw het toch niet helemaal. Want mijn scherm ging dus af en toe een beetje uit. Dus ik heb het gevoel dat het niet heel erg goed voor je telefoon kan zijn. Maar hij deed het op zich wel, dus ik heb helaas geen punt verdiend. Ik hoop dat jij het wel goed had voorspeld. Dit ziet er zo raar uit. Het lijkt wel een soort van spin of zo. Maar moet je kijken, dit is blijkbaar een hoofdmassageapparaat. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Nou, ik weet het wel. Ik denk dat deze gadget echt helemaal niet fijn gaat zijn. Daarom zeg ik bij deze dat het niet werkt. Maar wat denk jij? Het is wel echt een gok, want ik heb geen flauw idee hoe die werkt. Wat is dit? Er zit allereerst een kabeltje bij. Zie je dat, Paak? Beetje raar, hè? Je ziet hier duidelijk een aan- en uitknop. Die druk ik nog niet in. Ik zet hem eerst even op mijn hoofd, als dat past. Want jeetje. Wat is dit een klein ding? Oh, dit voelt wel heel fijn al. Ik weet niet of ik het nog durf. Straks krijg ik een stroomschok of zo. We doen het gewoon in 3, 2, 1. Oeh. Oh jeetje. Oh jeetje. Oeh. Oh, ik word helemaal duizelig. Oh, alles tintelt. Heel mijn wenkbrauw tintelen. Wat is dit? Ik wil hem uitzetten. Oh, nu gaat hij nog harder. Oeh. Oh, hij doet het nu met tussenpauzes. Oh, dit is wel iets beter. Wat denk jij ervan, Paak? Die zit echt te kijken van, die is niet goed geworden. Oh, er is nog een andere stand. Oh, dit is kneden. Ik heb wel eens een hoofdmassage gehad en dat voelt echt heel anders dan dit. En wat is de volgende stand? Oh, er is geen volgende stand. Ja, wat moet ik hier nou weer van vinden? Ik vond het nou niet echt lekker of zo. Ik zou dit niet voor de ontspanning gaan doen of zo. Ik raak er eerder van in paniek. Geeft dit echt het gevoel van een hoofdmassage? Nou, ik vind van niet. Dat voelt echt heel erg anders en daarom vind ik dat de gadget niet goed genoeg werkt. Goed nieuws dus, ik heb er een punt bij verdiend. En ik denk dat dit er echt heel belachelijk uitzag, maar goed. Ik weet niet waarom, maar Temu staat
staat vol met eiergadgets, zo ook deze Egg-O-Matic. Dit is een gadget die ervoor moet zorgen dat je ei in dit geval in een soort van vogeltje verandert. Kijk, zo ziet het eruit. Het is echt een soort van persapparaat. En ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat dit gaat werken. Maar wat denk jij? Doe nu je voorspelling. Ik heb hier in ieder geval een hardgekookte ei. Die gaan we even schillen en dan in de pers doen. Deze gaat nu open en daar leggen we het ei voorzichtig in. En dan is het nu een kwestie van dicht doen. Ik ben echt heel benieuwd. We maken hem open. En weet je wat? Jullie mogen het eerst zien. En? Oh! Nou, ik haal hem er voorzichtig uit. Dit lijkt best wel goed gelukt. Als het goed is, kan ik hem nu zo hier erop prikken. Moet je eens kijken. Dit is volgens mij ongeveer de eerste eye-gadget die daadwerkelijk werkt. Ik vind het een succes. Dit is superleuk. Gelukkig had ik dat ook voorspeld. Dus ik heb een punt bijverdiend. En ik hoop dat jij dat ook hebt. Welkom terug bij de trillende bril. Het moment is eindelijk aangebroken. We gaan kijken of mijn bril schoon is. Ik zet hem eerst eventjes uit. Zo, het deksel gaat eraf en oeh, oh jee. Je ziet heel duidelijk dat de glazen nog super vies zijn. Ja, als ik hem zo opzet, ja, ik zie natuurlijk helemaal niks nu. Het is echt heel mistig. Dat betekent dat deze gadget niet werkt. En dat had ik natuurlijk voorspeld, dus heb ik er een punt bij verdiend. Maar wat betekent dat voor mijn eindscore? Ik heb totaal 6 punten gescoord. En wat is jouw eindscore? Laat het mij nu weten in de reacties onder de video. En wil je nog meer video's zien, dan heb ik heel goed nieuws. Klik gewoon lekker door naar een van deze video's. Ik weet zeker dat je deze bijvoorbeeld super leuk gaat vinden. Heel erg veel plezier met die video's. En ik zie je natuurlijk volgende week donderdag weer met een nieuwe. Doei doei! Mwah!